De nieuwe minister van TCT, Keith Ramsaren, die heeft er op deze woensdag voor aanvang van de wekelijkse Raad van Ministers vergadering dan ook tal van vragen gehad. Zo waren journalisten toch wel nieuwsgierig hoe de minister aantal brandende issues voor wat TCT betreft zal aanpakken. De minister die ging er als volgt in op deze vragen. U hoort TCT-minister Keith Ramsaren. Openbaar vervoer, de bushouders, die vinden dat ze nu weer ingebouwd gaan plannen. Is er al overleg met u geweest met de bushouders? Laten we het onderscheid even maken. Als we praten over transport, dan zou ik graag twee zaken willen mededelen. Er zijn verschillende gesprekken geweest. Voor degenen die het nog niet weten, sinds mijn aantreden hebben we dan verschillende alvaste parastatalen. Maar ook waar nodig hebben we dan de diensten binnen het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme aangedaan. Bij onze kennismakings- en oriëntatiebezoeken waren de parastatalen, maar ook de directieleden zo enthousiast dat we onze kennismaking- en oriëntatiebezoeken meteen hebben overgezet tot werkbesprekingen. Binnen onze werkbesprekingen zijn de verschillende problemen, maar zo ook de verschillende doelen voor 2024 dan bekendgemaakt. Als we dan kijken naar transportgedeelte, en dan hebben we het over bustransport en boottransport vallende onder NVB, waarbij focus wordt gelegd op één. Degene die normaal vervoer niet kunnen permitteren, openbaar vervoer niet kunnen permitteren, dat zij dan een beroep doen op de NVB. Binnen de NVB zelf hebben we dan verschillende categorieën van doelgroepen die we graag dan tegemoet willen komen. Het gaat hier om de zogenaamde sociaal zwakkeren, die een normale bustarief niet zouden kunnen betalen, maar kiezen voor een gesubsidieerd bedrag. We hebben daar ook de personen met een beperking. En inclusief binnen dat van personen met een beperking hebben we ook de senioren burgers die gebruik maken van de NVB. Zoals wij allemaal weten, de NVB is al een tijdje in beraad. Wij hebben vanaf de dag van kennismaking op het ministerie dan meteen de werkbesprekingen gehad. Gisteren nog heb ik gezeten met de directie van de NVB. Ik heb gezeten met de RVC van de NVB en ook de deskundigen. De deskundige, daar praat ik dan over degene die de berekeningen voor ons zou moeten maken als het gaat om de karttarieven, buskarttarieven, maar zo ook voor de boottarieven. Binnen het geheel blijkt dat natuurlijk als we naar de kosten kijken, dat het kostenplaatje van de NVB veel hoger is vergeleken met het geld dat wij innen vanuit de samenleving. Wat te begrijpen is, want de NVB wordt gesubsidieerd vanuit de regering om ervoor te zorgen dat het bedrag ten aanzien van de buskarttarieven dan betaalbaar zijn. Maar bij het betaalbaar maken moeten we niet ervoor zorgen dat straks de NVB kopje onder gaat. En over kopje onder gesproken hebben we dan gekeken naar de tarieven die momenteel gebruikt worden. En wat de reden is dat de bushouders dan die overstap hebben gemaakt om de kaarten voor een duurdere prijs dan te betalen. Ik heb dat gesprek gehad specifiek met de RVC en de directie van de NVB. Eén, zodat er tekst en uitleg wordt gegeven. En twee, dat wij dan een overeenstemming bereiken. Uiteindelijk, na de adviezen van onze rekenkundige, hebben we gisteren nog dat raadsvoorstel dan voorbereid en een presentatie voorbereid die dan naar de RV zal gaan. Voor de RVM is er weer een ander inleverdatum, vandaar dat we hebben gekozen voor de RV, waarbij een brede uitleg, brede presentatie wordt gegeven om dan over te stappen tot een besluit dat de buskarttarieven en de boottarieven dan worden verhoogd. Als we praten over verhoging, wil ik de samenleving niet in reparatie sturen. Als we praten over verhoging, zal het nog steeds goedkoper zijn dan openbaar vervoer. Een simpel voorbeeld daarvan is als we praten over route, een bekende route tussen Paramaribo en Wanica. Voor openbaar vervoer zou je €17,50 betalen. Dat wij dan gaan richting een kaart normaal van 5 SRD. Dat we kijken tenminste om het wat geriefelijker te maken voor de bushouders, aantrekkelijker te maken, maar zo ook dat de NVB zichzelf nog kan behelpen en operationeel kan blijven. Verder hebben we niet alleen gefocust daarop. We hebben ook gefocust op wat kunnen we nog meer doen om het zo snel als mogelijk actief te maken. Om het zo snel als mogelijk actief te maken dient een besluit te komen vanuit de regering om uiteindelijk over te stappen tot het verhogen van de bedragen. Maar bij het verhogen van de bedragen wil ik u ook meegeven dat tijdens mijn periode op het ministerie van Sosavo dat koopkrachtversterking is geïmplementeerd voor alle doelgroepen die het nodig hebben.
binnen koelkrachtversterking is een berekening gemaakt ook voor transport. Dus dat betekent dat dat gedeelte van transport dan nu ingezet zou kunnen worden om voor u, dat u mobiel bent, dan de NVB daarmee te kunnen betalen. Is er verhoogd tarief, want u zegt dus dat de commissie van samenwerking om een echt zo'n middenweg te vinden in de tarief, wat niet bovenop de particuliere tarieven staat. Is er een indicatie hoe je in één welke tarief omgaat? Er zijn verschillende rekenmodellen gebruikt. Tijdens mijn periode binnen het ministerie hebben we niet gebruik gemaakt van commissies nog clusters. Wat we hebben gedaan is, we hebben directe lijnen getrokken met de directie van de NVB, directe lijnen met de RVC van de NVB, directe lijnen met de deskundigen om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk tot de overeenstemming komen. Als we dan kijken naar de tarieven, wil ik u aangeven qua percentages dat het sowieso binnen de 50 tot 60% nog steeds goedkoper zal zijn dan normaal vervoer. Als ik praat over normaal vervoer is het de normale bussen. Dat de NVB natuurlijk nog steeds gesubsidieerd, nog steeds een bedrijf is binnen de regering om ervoor te zorgen dat transport betaalbaar blijft naar de samenleving toe. Ik kan u meer update geven als het zover is dat bij het bepleiten voor de verhogingen na vandaag wat de prijzen dan zullen zijn. Maar we kijken er dan uit. We hebben verschillende percentages gebruikt. Percentage van 25%, 50%, 100%. Die nog steeds ver boven het bedrag zal zijn ten aanzien van openbaar vervoer. Verder, zoals u hebt mogen vernemen vanuit de media, is er een dreiging tot beraad van de LVL'ers. De LVL'ers, daar heb ik over gedaan, de luchtverkeersleiders. De luchtverkeersleiders zijn ook al een tijdje bezig ten aanzien van hun rechtspositie, ten aanzien van de gelden die ze nog moeten ontvangen, ten aanzien van hun bezoldigingsreeks. En dat hebben we ook allemaal onder de aandacht gekregen. Ik wil aangeven hier via uw mediahuis dat de LVL'ers gehoord zijn. De LVL'ers zijn gehoord en we hebben dan meteen meegenomen dat niet alleen voor de luchtverkeersleiders, maar ook voor de luchtverkeersleiding en de LVD, luchtvaartdienst, dat we hun meteen hebben meegenomen bij het corrigeren, bij het rechttrekken waarop men recht heeft, waarop men aanspraak maakt, om dat allemaal dan mee te nemen. Het is niet lang terug binnen de RV onder voorbehoud goedgekeurd. Er waren tal van zaken die nog moesten dienen als onderbouwing van ons raadsvoorstel. Intussen hebben we dat al afgehandeld. En het wachten is op het uitrollen van de missieven, zodat we verder kunnen gaan tot het in proces zetten. Dat deze doelgroep dan daadwerkelijk het kunnen merken op hun salarisreeks. Hoe zal het met de capaciteit versterken van de luchtvaartverkeersleiders? Want dat is ook een issue. Een heel goede vraag. Ik mag u mededelen dat er vanwege het feit dat niet lang terug onze mast, de Sanderij, was omgevallen, meer bekend als Sanderij, was omgevallen, dat er een stukje stagnatie was. Men kon niet overgaan tot het volledig uitvoeren van de trainingen. Intussen hebben we het al volledig opgepakt. De trainingen die geschieden volvaart. En we kijken er dan uit dat zeker tussen de 30 en 40 luchtverkeersleiders dan worden getraind en ready, gestoomd zullen zijn om een prognose ervan binnen mei, dan ready te zijn om het werk uit te voeren. Wat we willen doen is natuurlijk ervoor zorgen dat onze LVL'ers dan versterkt worden. Degenen die al ervaring in hebben, dat zij de rest dan on the job ook verder trainen. Want theoretisch vergeleken met praktisch is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar we hebben ook gebruik gemaakt, niet alleen van theorie, maar ook simulators, om ervoor te zorgen dat de mensen dan getraind worden. Het is zo dat wij niet alleen focussen op onze internationale airport, we kijken ook naar Zorg en Hoop. En verder ben ik ook verder gaan om bezoeken te brengen aan onze landingstrips, een van zoals Nikeri, welke zal volgen is die van Marowijne, et cetera, richting het binnenland, om te kijken dat we verbetering brengen. Er is sowieso heel wat werk te verrichten. Als we kijken naar verbinding, of het nou luchtverbinding is, of het nou landverbinding is, of waterverbinding, om ervoor te zorgen dat de samenleving wel uiteindelijk baat bij heeft. Maar om dat te doen, moeten we natuurlijk ervoor zorgen dat we alles even een upgrade, een verfrissing geven, verfraaiing. De verschillende landingsbanen. Ik heb zelfs klachten op me gehad waarbij het meer lijken op weilanden in het binnenland. Ik ben zelf al geweest naar het binnenland om te kijken hoe het eruit ziet. In mijn periode als ad-interim van TCT, die van Nikeri lijkt wel bij de hand om op te lossen. Dus al deze zaken worden er aangepakt. Er wordt een volledige inventarisatie gemaakt, laten we dat meteen meegeven. Dat schrijven moet vandaag of morgen de deur uitgaan richting de verschillende parastatalen, maar zo ook richting mijn directie. Om ervoor te zorgen dat als wij kijken naar 2024,
dat uiteindelijk de samenleving de vooruitgangen wil proeven, wil zien en wil voelen. Dus dat betekent tastbare resultaten. De president en vicepresident hebben het aangehaald. Tastbare resultaten, doelpunten om ervoor te zorgen dat de samenleving daadwerkelijk die verlichting, maar zo ook vooruitgang dan merkt. Ja, minister, bereid daar plannen voor. U zegt tastbare resultaten. Wil zeggen dat een financiën ook aan boord is om die middelen vrij te maken. We merken vaak dat het ministeries zetten plannen in orde, je doet het voorwerk. En uiteindelijk liggen de suus soms, die financiën worden niet vrijgemaakt en die tastbare resultaten blijven eruit. Uiteindelijk denk ik dat als we dan kijken naar dat gedeelte van financiën, dat daar geldt hoe hard en hoe sterk bent u in het bepleiten voor uw eigen beleid. Dus als wij kijken naar de parastatalen, natuurlijk voor degenen die helemaal geen subsidie krijgen vanuit de regering, dat zijn tal van parastatalen binnen het ministerie van TCT, die zonder subsidie nog steeds overleven en operationeel zijn. Dat waar zij zelf ervoor kunnen zorgen voor uitbreiding, ontwikkeling en vooruitstuwing van hun parastatalen, dat we erachter staan volledig. Voor de directoraten, en dan ga ik specifiek praten over de directoraten en de diensten, maar zo ook binnen de directoraten dat we natuurlijk enkele parastatalen ook hebben, die niet echt volledig zelfredzaam zijn, maar nog steeds leunen richting de regering. En dat wij financiële middelen beschikbaar moeten stellen, dan vraag ik hun, of ik heb ze gevraagd, om tenminste de doelstellingen binnen de 3 tot 5 punten te houden en aan de hand daarvan een berekening te maken van hoeveel middelen nodig zullen zijn. Als wij eenmaal weten hoeveel middelen nodig zijn, dan weten we exact hoe wij dan de zaken moeten gaan bepleiten. Ik heb ze aangegeven. Laten we elkaar zien, niet zien als verschillende partijen, maar laten we elkaar zien als één volledig lichaam. Waarbij als er wordt gesproken over het beleid vooruitsturen, dat ik ook als stem kan dienen. Of het nou in DNA zal zijn, of het nou in RV, in RVM zal zijn, dat het bepleiten om het zo ver te brengen voor de middelen. Dat zij ervoor moeten zorgen alleen, dat ambtelijke zaken goed in orde zijn, comfortabel zitten, en dat het bepleiten dat ik sowieso eraan zal trekken om ervoor te zorgen dat wij de zaken gerealiseerd krijgen. Wat ik wel vraag van hun is volle ondersteuning. Wat ik wel vraag van hun is dat zij hun deskundigheid tot uiting brengen en dat de zaken wel worden vastgelegd zodat de samenleving weet wat er allemaal wordt verzet. Dus ja, het is dan in teamverband dat we de zaken moeten aanpakken, want nogmaals, waar er een wil is, is er een weg. Minister, binnen de regio Guyana, Barbados en volgens mij Trinidad, die drie landen zijn dus bezig om veerverbinding naar elkaar te regelen. Maar dat doet Suriname niet mee, want ja, we zijn het onderdeel van CARICOM en het gaat natuurlijk helpen met zijn onthandelen. Nou, laat me aangeven dat de andere landen, onze buurlanden, hebben gefocust op alvast watertransport. Wat ik kan meegeven is dat niet lang terug wij van start zijn gegaan met alvast ons luchttransport. Ze hebben misschien een andere aanpak waarbij hun focus is gelegd vanwege de afstand. Dat ze eerder hebben gekozen voor veerverbinding. Wij hebben voor nu alvast gekozen voor luchtverbinding. Omdat de SLM intussen ook een volle toeren rolt. We hebben niet lang terug al 3 trajecten dan mogen uitzetten en bekendmaken. We hebben dan ook gekeken richting dat van Guyana richting Barbados om te kijken dat niet alleen passagiers worden getransporteerd, maar dat we ook kijken van wat zou dat kunnen betekenen richting de samenleving, richting de ondernemers in Suriname als het gaat om cargo. Dus de verschillende gesprekken rollen. De buurlanden hebben gekozen voor alvast watertransport en Suriname heeft voor nu alvast luchttransport dan uitgezet om te kijken van wat wij allemaal nog meer zouden kunnen betekenen. Transport, ja, is een directoraat of is een vak apart waarbij we niet praten over stilzitten en dat we vooruitkijken van waar wij nog meer gebieden kunnen aandoen. Want het voordeel zal niet alleen zijn dat de Surinamers de kans krijgen om andere landen aan te doen, maar dat we ook kijken waar we onze producten ook nog verder kunnen afzetten. Ten aanzien van toerisme is dat sowieso in verband met dat van transport. Hoe meer trajecten we afleggen, of het nou lucht of water of land kan zijn, dat we ook ervoor zorgen dat toerisme sowieso mee wordt genomen. Niet lang terug hebben we met collega Juspol Achoni aangedaan. Er zijn wat voorstellen gedaan ten aanzien van de toeristen, omdat zij zich niet veilig meer voelen. Het gaat niet alleen om Achoni, het gaat ook om Afubaka en alle anderen. We noemen de locaties hubs. Een voorbeeld is Nisi Konbre, een andere locatie. Dus we kijken er naar uit om dit verder te sturen gezamenlijk met het ministerie van Justitie en Politie, waarbij hij volle ondersteuning kan verwachten vanuit het ministerie van TCT. En we kijken daarnaar uit dat als het zo ver komt dat er reserve mankracht is, reserve politie, dat wij dat kunnen inzetten om een bepaalde bescherming en informatiesysteem in te bouwen richting de toeristen, zodat zij zich ook veilig en beschermd voelen. Minister, we weten dat er heel veel chaos is
binnen bepaalde particuliere busroutes. Wat gaat u daar aan doen? Nou, ik zou niet zeggen chaos. Ik zou eerder willen aangeven dat er verschillende bushouders zijn die eerder hebben gekozen voor een drukke busroute. De manier van rijden, misschien is dat soms een chaos, maar als het gaat om het weer rechttrekken, om het ordenen, dan heb ik wel al intussen met mijn directie gezeten. Er zijn tal van zaken waarbij ook vergunningen men heeft aangevraagd om te verlengen, nieuwe aanvragen, tal van nieuwe aanvragen, maar ik wil aangeven richting degene die hun aanvraag hebben ingediend. Dames en heren, als het gaat om de verschillende busroutes, laten we ook kijken als we nieuwe kunnen ontwikkelen, nieuwe trajecten. Intussen, als het gaat om woningbouw, als het gaat om decentralisatie, als het gaat om het volk, dan focust het volk niet meer alleen op Paramaribo. Als we kijken naar Saramaca, die is uitgebloeid. Als we kijken naar Wanica, die is uitgebloeid naar de stad. Als we kijken naar Tomboene, die is uitgebloeid. Zijn er verschillende trajecten waarbij er ook personen zijn die graag transport, openbaar vervoer willen gebruiken om aan te komen waar ze moeten zijn. Dus ik vraag aan u, als er voorstellen ook zijn van uw zijde voor nieuwe trajecten, als de doelgroep dat nodig heeft daar en die dat herkent, dan kunnen we gezamenlijk ernaar kijken. Voor de bestaande route wil ik u vragen. Er zijn al routes die eigenlijk meer dan chockvol is. Ik zeg het gewoon plat, zodat de samenleving dat begrijpt. Maar ik wil u aangeven, behalve deze bestaande route, laten we even kijken naar andere trajecten, andere routes waarbij de samenleving daar baat aan heeft. Er zijn verschillende routes, binnenwegen zelfs. We kennen nog die tijd dat Suriname nog niet volledig tot de 70% geasfalteerde wegen had of betegelde wegen had. Er zijn tal van mensen die nog steeds in de binnenwegen blijven en vervoer nodig hebben. Dus laten we even kijken. Het is zo dat u samen met ons het vooruit kunnen sturen. U voor uzelf ook eraan kan werken dat uw onderneming draait. Maar laten we even kijken als er nieuwe mogelijkheden zijn om verder ontwikkeling te brengen. Niet alleen voor u, maar ook naar de samenleving ten aanzien van transport. Ja. U had het daar net over die chaos op de manier van rijden. Ja, de beelden zien we vaak viraal gaan. Hoe gaat u dat aanpakken? Nou, dat is een multi. Het moet een multi-inzet zijn. Dat niet alleen vanuit TCT, dat er een bepaalde controle wordt gevoerd. Maar zo ook vanuit Juspol, zo ook vanuit de verschillende diensten. Als het gaat om het verkeer, om ervoor te zorgen dat de mensen wel geordende zaken dan doen. Wij hebben mogen meemaken waarbij vooral, en ik noem het bij deze, Pad van Wanica, het soms chaotisch is. Maar ik vraag nogmaals, als het gaat om mijn eigen verantwoordelijkheid, dan vraag ik aan de bushouders die onder het ministerie van TCT vallen, om ervoor te zorgen dat de zaken geordend lopen. Komt u niet in aanraking met het ministerie van Justitie en Politie, want dat is niet de bedoeling. Wij willen niet hebben dat men aan uw brood gaat, maar we willen wel hebben dat terwijl u uw brood verdient, dat de zaken dan geordend lopen.